Hey kijkers van mijn aflevering, welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft 1.8 Survival. We starten weer eens in het oude huisje, of in ieder geval in de opslag nu. Het is eigenlijk niet de bedoeling, want ik wilde altijd in het andere huisje starten, maar dit was even belangrijk. Want ik was even aan het googelen en dat was het dichtbijste huisje. Waar ik naar gegoogeld heb jongens, dat vragen jullie natuurlijk af, is het muurdesign. Eigenlijk, we hebben hier dus een hele grote muur. Ik heb trouwens ook even allemaal stone bricks uit de oven zitten vissen. Maar ik heb dus een muurdesign gevonden op het internet. Ik ga hem dus niet helemaal kopiëren. Maar ik wil wel een groot deel kopiëren. Want ik vind hem er echt wel heel vet uitzien. Alleen het punt is dat deze stukjes muur, dat ze zeg maar even allemaal weg moeten. In ieder geval qua dit stukje zeg maar. Dus dat is een best wel kut. Maar dan heb je ook uiteindelijk wat. Want we hebben daarna een hele mooie muur. En dat is het natuurlijk super helemaal waard. Dus ja, in ieder geval jongens. Hi, welkom. Je ziet het waarschijnlijk al. En dat is voor de nieuwe kijkers die nog maar een paar weken kijken nog een beetje nieuw. Ik heb een greenscreen. Ik heb al heel lang eigenlijk een greenscreen. Nu inmiddels. Hoe lang zou het zijn dat ik een greenscreen heb? Ik heb echt geen idee. Maar ik heb nu best wel een tijdje al een greenscreen. En ik heb hem eigenlijk maar een paar keer gebruikt. Oh shit, ik moet slapen. Maar ik heb hem maar een paar keer gebruikt in een aflevering van Minecraft Survival. En dat komt puur omdat ik altijd verkeerde settings had. Of het licht niet mee had. Maar ik heb nu betere settings. En dat is dus super veel beter. En niet iedereen vond ook een greenscreen leuk. Dus ik wou het ook afwisselen. Dus daarom was er dus een tijdje geen greenscreen. Ik hoop dat jullie het nu ook weer leuk vinden dat er een greenscreen bij is. In ieder geval ik wel. Ik vind het weer leuk om een beetje te kloten met iets nieuws. Wat ook weer nieuw voor mij is. Dus dat is ook weer een positief ding. Maar ja, weet je, het is altijd... Oh, wacht. Hoorde ik dat nou goed? Oh, ik dacht dat het ging regenen. Ik dacht heel even dat ik regen hoorde voor 1 seconde. Maar dat was dus blijkbaar denk ik een schaap. Dus dat zou ook nog eens kunnen. Maar, oké, ik ben nu helemaal van mijn oude onderwerp af. Maar ik zal wel even beginnen bij iets nieuws. Ik zal wel eerst even het, zeg maar, het laten zien hoe het design er ongeveer uitziet van de muur. Het probleem is alleen wel dat bij de muur op het internet is het op een plat stuk gebouwd. En wij moeten natuurlijk met hoogtes werken. Dus dat wordt wel eigenlijk een beetje een probleem. Want het stukje wat ik nodig heb is volgens mij 4... Ja, dat is 4 breed ongeveer. Dus zeg maar, dan hebben we hier dus... dat is het. Dat is zeg maar het design. Dan hebben we hier dus logs. Het is trouwens heel makkelijk te vinden wat ik bouw op Google. Kan je dat heel makkelijk vinden. Ik heb gewoon Minecraft Medieval Wall heb ik opgezocht. En toen kreeg ik dit al heel snel. Dus denk niet dat ik dit uit mezelf bouw, want ik ben een pro-bouwer of zo. Nee, het is echt nieuw bouwen wat ik doe. Maar het is goed genoeg voor mij, zeg maar. Even kijken. Nou, we hebben hier dus even zo. Dan bouwen we dit even ook zo. Want die muur moet natuurlijk wel iets dikker zijn dan normaal. En dan was het dus volgens mij zo. En dan even kijken. Dan moeten we even omhoog. Hebben we daarvoor ook normale stone? Ja, dan hebben we hier kunnen we wel even zo omhoog. En dan zeg maar zo. En dan weer bricks. Dus dit is zeg maar een beetje het idee. En dan kan je daarna er overheen lopen. Nou is de bedoeling dat dit even eentje lager komt. Want ik wil het niet zo hoog hebben. Dat het heel hoog begint. Maar in ieder geval dat is een beetje het plan. Dus als we dat gewoon doorvoeren zeg maar. Dus zo, zo en dan zo, zo. En dan bricks. Dan is dat helemaal prima. Dan vind ik het er super mooi uitzien. Het hoeft natuurlijk bij mij hoeft het niet echt een pro build ding te zijn, weet je. Ik ben gewoon een lekkere Minecrafter. Ik hou gewoon van lekker bouwen. En dat is belangrijk voor mij, weet je. Het is gewoon lekker spelen en een beetje lullen. En dat is voor mij een Minecraft Survival. En heel veel mensen bleken het dus leuk te vinden om naar te kijken. Ik heb wel een tijd gehad dat het iets minder werd bekeken, de Survival serie. Maar dat bleek eigenlijk helemaal mee te vallen. Want ik heb toch heel veel mensen die zeiden van Duncan, ik vind het toch een hele leuke serie. En dat verbaast me eigenlijk wel. Van bijvoorbeeld sommige mensen, dan dalen de views, zeg maar. En dan denk je van, nou, vinden mensen het nog wel leuk om naar te kijken. En dan blijkt het dat ze het nog echt heel erg leuk vinden om naar te kijken. Gewoon, maar eigenlijk laat je het... Ja, dat klinkt heel lullig, maar dan denk je dat. Maar dan laten ze het eigenlijk een soort van niet echt zien. En toch, als je gewoon... Ja, hoe noem je dat? Ik leg het nu heel slecht uit, want het klinkt echt heel erg kut hoe ik het nu zeg. Maar, hoe heet het? Soms,
soms lijkt het zo dat het niet gesupport wordt. Maar heel vaak is het dus juist wel zo. En dan weet ik als YouTuber eigenlijk, uit mijn ervaring zeg maar. Want ja, ik heb heel veel ervaring. Maar, sorry. Maar, hoe heet het? Zeg maar, uit ervaring weet ik nu inmiddels wel van, jullie supporten mij heel erg. En daar ben ik echt super blij mee. Dat echt super veel mensen mij supporten. Want ik heb nu, hoeveel abonnees heb ik nu? 1600 alweer? Ik heb geen idee. Ik heb laatst nog de 1500 gehaald. Of nee, ik heb al de 1620 gehaald inmiddels. Ik weet het niet meer. Ik hou het echt niet bij. Mijn kanaal groeit echt zo snel. Dat wil je niet weten. Of eigenlijk misschien wil je het wel weten. Maar mijn kanaal groeit echt super snel. En daar ben ik super blij mee. Dan moeten we even kijken hoe we dit gaan doen. Want dit is een foutje in de muur. Even kijken hoor. Dat moet ik even checken. Zo. There we go. En dan moet daar nog een log op. Oh wow, dan moeten we hier nog een log op. Oh my god, oké. Maar blijkbaar, blijkbaar. Jullie hebben me eigenlijk altijd wel gesupport en daar ben ik natuurlijk super blij mee. Alleen soms, als je alleen maar naar views kijkt en soms als je alleen maar naar likes kijkt, dan denk je eigenlijk van, valt best wel tegen soms. Maar meestal, als je gewoon die mensen ook weer gewoon spreekt, die jouw video's kijken. Bijvoorbeeld, soms zit ik even op Teamspeak met mensen. Of soms zit ik even met een Skype call. Dan krijg ik altijd super leuke feedback. Dan hoor ik gewoon echt mensen die mijn series gewoon kijken en leuk vinden. En dan word je er altijd aan herinnerd dat het zo leuk is om te YouTuben. En dan word je er ook eigenlijk aan herinnerd dat je niet in de views moet kijken of je gesupport wordt. Maar dan moet je altijd even gewoon contact opnemen met je kijkers en vragen om hun feedback. En dat is eigenlijk wel een belangrijk ding, ook voor startende YouTubers denk ik. Van als jij denkt van, of in ieder geval, ik heb wel mensen gehad waarbij hun kanaal even wat minder gaat. Bijvoorbeeld, ze hebben heel veel likes gehad, iets van 20 likes en dat daalt dan naar 5 of zo. Weet je, dat is al heel erg, maar het gebeurt. Dan zou ik eigenlijk zeggen van, ga naar je viewers toe. Ga gewoon gezellig op Twitter zetten van, yo, ik ben op Teamspeak. Of yo, ik heb een publieke Skype. En dan ga je gewoon even lekker met die mensen chatten of bellen. En dan, weet je, als die mensen echt jou supporten, wat bij mij dus in ieder geval het geval is, dan is het gewoon zo van, hey, ik heb support. En dat is zo vet om zeg maar weer even herinnerd aan te worden dat je support krijgt van kijkers. En ja, dat is gewoon awesome. Het is eigenlijk meer een beetje een YouTube gevoel, denk ik. Zeg maar, heel veel kijkers die zullen natuurlijk, die kijken daar natuurlijk een beetje anders naar, want die YouTuber zelf niet, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld voor YouTubers, en ik denk ook dat er ook heel veel kleine YouTubers zijn. Neem van mij aan, ik hoorde weer iets. Ik weet niet wat ik hoorde. Ik word er een beetje bang van. Ik heb een beetje iets te veel PM modpack gespeeld de laatste dagen. dat is zo erg, hè. Omdat ik die modpack nu speel, dan ben je eigenlijk bang voor alles. Want uit elke hoek komt een monster. En bij Minecraft Tape 8 Survival is het natuurlijk iets minder. Het is gewoon legit Minecraft Survival zonder mods, weet ik het allemaal. Het ergste wat kan gebeuren is dat er een creeper achter je in je rug komt. En ja, dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Want meestal overleef je de klap. Of het gebeurt nooit. Weet je wel? Je ziet het bijna nooit meer dat er een creeper in je rug ontploft. Dus dat is een beetje, dat valt wel eigenlijk een beetje mee. Even kijken. Wat mijn plan trouwens nog was. Ik had al even naar de rivier gelopen. Tussen de desert en mijn huis in. En daar heb ik even 6 sugarcanes kunnen pakken. Want ik had ooit volgens mij een stukje farmen gemaakt. En daar heb ik nooit verder iets mee gedaan. Dus ik had dus het idee om, zeg maar, of hier ergens een sugarcane farm te maken, of hier beneden. En dan dacht ik eerder aan beneden. Waarom beneden, Duncan? Nou, gewoon puur omdat ik heb geen zin om daar nog een heel stuk aan te bouwen. Dus ik dacht er al gewoon aan van, ik kan hier wel eens goed een sugarcane plaatsen, of niet? Nee, dat kan niet. Je moet naast een source block volgens mij, of niet? Even kijken. Oh nee, hier kan het ook. Oké, nice. Dan plaatsen we hier gewoon even 6 sugarcane. Dan gaat dit groeien, want dan kunnen we binnenkort, kunnen we dus eindelijk de enchanting table afmaken. En dat is een van de life goals die ik heb in deze survival serie. Gewoon lekker een keertje level 30 enchanten. Jawel, je moet level 30 zijn, maar je moest, het kostte maar 3 levels. We hebben trouwens ook best wel koeien.
Ik heb ze een beetje ondertussen voedsel gegeven en ik heb ze nog niet geslacht. Maar we hebben die letter natuurlijk nodig voor weet ik het allemaal wat, voor de boeken. En ja, de boeken die moeten we ook nog even hebben. Even kijken, we hebben dus saplings nodig en bones, want ik heb geen hout meer in mijn omstreken. Dus we hebben hier 10 saplings, 3 bones. 3 bones valt ongelooflijk tegen. Dus even kijken of we wat meer hebben. Hier hebben we nog 19. Dat is al een stuk meer. Hier hebben we helemaal niks. Mijn chests zijn trouwens echt ongeordend. Als iemand even langs wil komen om mijn chest op te ruimen, graag. Het is wel een grapje, maar... Oké. Ik moet het gewoon zelf een keertje doen, maar ik ben te lui. En ik moet dadelijk ook nog even langs mijn skeleton farm. Kijken of we daar nog even wat leuks kunnen doen. Want met de skeleton farm krijg je natuurlijk ook super veel bones en... Kan je eigenlijk epische loot krijgen van een skeleton farm? Ik heb geen idee. Zou dat kunnen? Ik heb geen idee. Trouwens, deze muur gaan we niet helemaal bouwen in de survival serie op YouTube. Ik zal waarschijnlijk ook een livestream binnenkort nog gaan doen hiervan. Om te kijken van, hey, je moeder. Wat? Ik weet niet wat ik lul, echt waar. Ik heb echt geen idee wat ik allemaal lul. Maar er zal dus binnenkort een livestream komen waarin we de muur dus gaan bouwen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat we de muur gaan bouwen. En het is niet leuk om 20 afleveringen nog te kijken naar Duncan die een muur bouwt. Neem ik aan? Ja, dat kan best kloppen. Ik denk dat heel veel mensen het wel met me eens zijn. Of niet dan? Ik heb geen idee. Laat het achter in de comments. Oh god, zo random. Oké. Alright, even kijken. We hebben hier dus elke keer saplings. Oké, wacht. Je hebt dus 7... ja, dat is even een pro Minecraft tip. Ik geef jullie even pro Minecraft tips, jongens. Je hebt dus een sapling. Moest 7 bone meal, of in ieder geval maximaal 7 bone meal hebben. Wil hij kunnen uitgroeien. Als hij niet kan uitgroeien binnen 7 bone meal. Dat betekent dat hij niet nooit kan uitgroeien. Dus dan moet je vooral hem weghalen en hem opnieuw planten. Want anders verspil je allemaal boommeel. Pro tip, jongens. Pro tip. Ik heb die pro tips. Alright. Het wordt alweer voor de tweede keer nacht. Dus volgens mij zijn we al eigenlijk een beetje een tijdje bezig. Dus, jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. En dan zie ik jou hopelijk de volgende keer. Peace out. Oh, shit.